Tijden over naar het gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hij was een charismatisch militair en leek na de Tweede Wereldoorlog een glanzende toekomst tegemoet te gaan in Indië, waar hij de jongste legercommandant werd die ons land ooit kende. Maar hij liep vast in het moeras van de koloniale oorlog en stierf gedesillusioneerd. Generaal Spoor. Kijkt u mee naar een man met een grote naam, zo een om straten naar te noemen, maar ook met een ontgoochelend verhaal. Ik werk van 7:30 's morgens tot 22:00 's avonds met 2 maal een uur rust. En dan ben ik zo ontstellend afgeladen dat ik in mijn bed neerplof. Het is een beetje te veel. Al die conferenties, al dat gereis, al die ergernis. Generaal Spoor, rusteloze zwoeger. Thans is de tijd van arbeiden voorbij. Even hij die u opriep, u de rust die u zelf nimmer hebt gevonden. Mei 1949, goedenavond. Het einde van een Indische commandant. En dat kort voor het einde van de Nederlandse heerschappij in Indië. Een moment met zoveel symboliek dat er al gauw gefluister van kwam. Was Spoor wel een natuurlijke dood gestorven? Was hij soms vergiftigd? Want één ding leek wel zeker. Spoor zou Indië nooit willen opgeven. Die vocht ervoor als het aan hem lag. Tegen de Indonesische nationalisten die de macht wilden overnemen. Die man was vast uit de weg geruimd. Maar met deze splinternieuwe biografie, triomf en tragiek van een legercommandant, drukt Jaap de Moor de geruchten de kop in. Het was een hartaanval. Gewoon een hartaanval van gewoon een overwerkte man. Tragisch in zijn alledaagsheid. En dat terwijl het zo meeslepend was begonnen. Met een jonge officier die zijn carrière vaart ziet krijgen als hij in de Tweede Wereldoorlog in Australië zit en daar in opdracht van de Nederlandse regering in ballingschap te Londen een nieuwe inlichtingendienst mag opzetten. De NAVIS, speciaal gericht op het verslaan van de toenmalige bezetter van ons Indië, Japan. Enorme landingsvloten liggen gereed voor een nieuwe aanval op het nog steeds machtige Nippon. Landingsvaartuigen varen af en aan om troepen en bewapening naar de schepen te brengen. Richting Tokio. De NAVIS viel eigenlijk onder de Amerikaanse intelligence dienst. En toen ging mijn man dus bij de eerste landingen ook meteen naar Hollandia. Ik weet nog dat hij terugkwam, toen zei hij, god, als die Amerikanen werken. De Coca-Cola-machine staat op en de kappen staan op het strand. Nou ja, hij vond het iets. En ook hun hele manier van oorlogsvoeren. Want als er ergens uit de kampong een sniper kwam, dan schoten ze de hele boel plat. Nou ja, dat deden wij helemaal niet natuurlijk. Wij werkten heel anders. Dus dat zijn dingen die ik me altijd goed heb onthouden. Dat mijn man werkelijk flabbergasten was over die dingen, ja. Spoor was adviseur van generaal MacArthur, waar hij een grote bewondering voor had. En net als MacArthur liep hij ook altijd met een donkere bril. En je zou Spoor naar de hand kunnen zeggen, hij is de MacArthur van Nederlands-Indië geweest en zo. Geweldig man. Ik denk ook dat hij MacArthur, de grote Amerikaanse generaal, ook wel als voorbeeld zag. Ook voor zijn eigen houding. Zeker als er een fotograaf in de buurt was, of de pers was in de buurt, dan strekte hij de rug en dan nam hij een hele militaire houding aan. Strakke kaken, vastbesloten blik. En dan liet hij zich op die manier fotograferen. Hij was zich dus zeer bewust van het beeld dat hij wilde verspreiden. De toestand op Java is lichtelijk confuus. De nationalistische beweging is ontaard in een tomeloze rampok en moordpartij. Ik ben direct na aankomst van leer getrokken, zit iedere dag in een raad van besprekingen en heb me rot gewerkt. Spoor beschouwde die hele nationalistische beweging, de gemilitariseerde jeugd,
beschouwde hij als van Japanse makelij. Het waren de Japanners die dat hadden gedaan. En hoe de Japanners die hele Indonesische samenleving hebben veranderd en beïnvloed, daar had hij een enorme minachting voor. Het Indonesië van net na de oorlog is een revolutionaire chaos. De nationalisten hebben nog nauwelijks macht. En van het oude Nederlands-Indische leger, het KNIL, is weinig over. Dat blijkt ook dringend aan vernieuwing toe, met een andere legercommandant. Spoor is nog jong, maar hij valt wel op. Dat kwam, denk ik, omdat hij een bij uitstek deskundige indruk maakte. Altijd een optimistische uitstraling had. Een enorme overtuigingskracht. Want wie er ook met hem sprak, ze waren allemaal jubelend en overtuigd. Hij was de man die de weg wees. Hij was de man die wist hoe er moest worden opgetreden. Hij straalde ook een enorm vertrouwen uit, een zelfvertrouwen. Ik ga dat doen. En dat heeft velen over de streep getrokken. Als Spoor enige tijd later een kort bezoek aan Nederland brengt, straalt hij ook hier niets dan optimisme uit. Over Indië en Nederland. Een volk dat uit de diepste verdrukking zich zo vastberaden opricht, zich zo sterk herstelt en met een dergelijke voortvarendheid orde op zijn zaken stelt, is zeker waardig en in staat om zijn taak en plicht in Indië tot een goed einde te brengen. Er is verschil van mening over deze taak, over de omvang van die plicht. Gelukkig zou ik willen zeggen, want dit bewijst de belangstelling van het hele volk voor de zaken van Indië, die ook de zaken van het Koninkrijk zijn. Weer klinkt het wel helders, nu als welkomstgroet van het nog zo vreemde land. Een nieuw leven gaat beginnen. Een nieuwe en een heel zware taak ligt te wachten. Vrede en veiligheid te brengen in dit onmetelijke land. Terwijl dienstplichtigen in Tanjung Priok aankomen, wordt er ook onderhandeld over de toekomst van de kolonie. Over de aanpak bestaat verschil van mening. De hoogste politieke man in Indië, gouverneur-generaal Van Mook, wil vooral praten. De Nederlandse regering wil liever eerst het gezag herstellen. Spoor dringt als militair vanzelfsprekend aan op een herstel van orde. Maar voorlopig krijgt hij daar geen ruimte voor. De onderhandelingen hebben voorrang. In het plaatsje Linggajati sluit de zogenaamde commissie-generaal een akkoord met de Indonesische nationalisten. Spoor lucht zijn hart in een brief aan zijn vrouw. Ik heb gisteren de meest onaangename taal uitgeslagen tegenover de commissie-generaal plus Van Mook. Rode gezichten, geschurk op stoelen. Kijk eens, liefje. Wij zijn bezig ons koninkrijk te verschacheren met het mes op de keel, omdat we te lamlendig zijn om de gewenste maatregelen te nemen waarvoor wij de middelen in de hand hebben. Ik doe hier niet aan mee. Dan maar mot. Kijk, hij kon naar mij al zijn ergernissen kwijt. Al die politieke verwikkelingen waar hij zich dood aan ergerde. Ja, dat schreef hij mij dan wel. Maar ook heel vaak schreef hij. In de volgende brief zal ik iets vertellen, want ik ben er al zo moe van. En ja, dan had hij geen zin om het nog eens een keer allemaal weer op papier te zetten. Hij vond altijd dat als de politiek een koers kiest die wij als officieren niet willen, moeten we die toch accepteren en uitvoeren. Dat is één ding, daar ben ik van overtuigd. Maar van de andere kant, hij deed alles, maar dan ook werkelijk alles, om die politiek te beïnvloeden in de richting die hij wenste. Daar schrok hij eigenlijk nergens voor terug. Hij ging tot aan de rand van beïnvloeding. Hij beschikte over een directe, straalverbinding met generaal Kruls in Nederland. Spoor had in de achtertuin van zijn hoofdkwartier een zendmast laten bouwen om direct met Kruls, die op het ministerie van Oorlog zat, te kunnen communiceren. Zo pak je dat aan. Een lijntje naar het ministerie. Spoor bleek een briljant gevoel voor communicatie en PR te hebben. Haast als een politicus. In 1946 richtte hij zich in een brief zelfs rechtstreeks tot de premier. Nog nooit vertoond. In 1947 dreigde hij zelfs met ontslag als het leger werkloos moest blijven toezien bij de successen van de Indonesische nationalisten. En zowaar, Den Haag gaf toe. Spoor kreeg toestemming om op te treden. Er zaten ondertussen meer dan 100.000 dienstplichtige Nederlandse soldaten in de archipel. Nu, zo'n 65 jaar na dato, zien sommigen elkaar nog steeds op reunies. 21 juli.
In West-Java heeft de orde geklonken en de Nederlandse troepen trekken de republiek binnen. Lange kolonnes verlaten de garnizoensplaatsen. Nee, dat is bamboe. Verkenningsgroepen met brandgun carriers gaan voorop. Gevolgd door infanterie die de snel veroverde strategische punten moet bezetten. Jij reed toch ook op zo'n tank, zeg ik? Ik heb alles gereden, ja. Dus alles op wiel hebben rijden. Dan volgen de tanks. De krachtige ruggengraat van de gevechtsgroep. De jongens zijn vol goede moed. Ze weten waar het om gaat. De eerste promotionele actie lagen wij achter de demarcatielijn, het Bekassi-front. En rukte op, heel snel tot hier, trok het ons terug naar het Soebangse. Dat ging vrij goed. Dus we zijn daar doorheen gewalst. Een grote brug die zo'n 20 kilometer verder lag over de Chitarum is bij verrassing genomen. En we hebben een heel vlotte opmars gemaakt naar ons gebied. Maar als de troepen eenmaal door de linie van vernielingen heen zijn, dan gaat het gemakkelijker. Dan geen TNI. De Republikeinse troepen laten zich verder niet zien. Ze vergeten reeds ondermijnde bruggen op te blazen. Spoorbeelden, de speerpuntenstrategie verwerkelijken. Dus een razendsnel offensief lanceren met alle beschikbare wapens. Ter zee en op land. Een overweldigende aanval, de vooruitgeschoven belangrijke posities in bezit nemen. Maar de politiek wilde dat liever niet. Die wilde belangrijke economische zones verwerven, zodat de productie weer op gang gebracht zou kunnen worden. Zodat Indië weer geld kon gaan verdienen, want de bodem van de schatkist was in zicht. Maar Spoor als militair had natuurlijk moeten zeggen, kijk, we moeten Djokja hebben, want dat is het centrum van de vijandelijke activiteit. Dat was hij ook van mening, zo moest het. Maar omdat de politiek dat niet wilde, heeft hij zich neergelegd bij een politiek-militair compromis. En daarmee viel dus een deel van zijn speerpuntenstrategie in het water. Kijk, de tegenstander, die had een enorme klap gehad. En na verloop van weken kwamen die bij van de schrik en begonnen actie te voeren. Bruggen vernielen, wegen, daar allerlei nare dingen doen, konvooien beschieten, posten zelfs aanvallen. En wij werkten heel erg hard met betrekkelijk weinig mensen. En daar begonnen toen slachtoffers te vallen. Dat achterterrein, wat zich dan vulde met vijanden, was veel moeilijker te pacificeren en te zuiveren dan hij ooit had gedacht. Hij had gewoon in zijn hoofd geen gen voor het idee, er kan een guerrilla ontstaan. Hij zag dat niet. Je moest oren voor en achter hebben. Ja. Maar geheel jou hoor, het is niet geuniformeerd. Je gaat rijden met de padjol in de Sawa, maar je hebt ze snap aan de ringen leggen, ernaast leggen. En dan pakt hij. Wappen, dan gaat hij meer werken. Wie is het nou? Hier ben je schieten. Het is bloedling was het daar zo. Van 7 man. Ja. En er is 3 man al schietende, schieten, liggen, schietende. 4 man zijn niet teruggekomen. 1 is direct met een kogel geraakt. Ene kant Mouzier een heel raar gezicht. Gelukkig voor hem, want de rest hebben ze levend in handen gekregen. Ik heb ze helpen begraven. Je kon eigenlijk aan een bepaalde houding pas zien dat het Jan of Piet was. Maar verder kon je het niet meer zien, want die waren met stukken messen. Gepot om. Arm eraf, benen eraf, geslachtsdeel eraf. Hup, helemaal gepot om. Als je zoiets tegenkomt en je moet de volgende dag op het troetje, dan schiet je in voor de vlekken. Ja, dat is makkelijk. Die militairen worden voortdurend geconfronteerd met aanslagen, beschietingen, bermbommen, ik weet niet wat. Ja, en dan wordt er vanzelf harder opgetreden dan misschien nodig is. Maar dat is dan onvermijdelijk. Kwam dat allemaal wel op het bureau van Spoor terecht? Ja. Spoor liet alles uitzoeken. Hij zat er bovenop. Hij wilde dat elk excess, zullen we maar zeggen, of elke wandaad, of wandaden, had hij het wel, wreedheden had hij het ook eens over. Hij wilde dat dat allemaal werd uitgezocht en werd tegengegaan.
Dus hij zag het allemaal wel. Als je ziet of hoort wat er gebeurde als onze mannen te pakken kregen, nou, daar word je misselijk van. En mijn man kreeg daar ook altijd foto's van. Ik heb ze nooit gezien, want hij wilde niet dat ik ze zag. Dus ik heb ze nooit gezien. Mijn man waarschuwde ook altijd de troepen om, als ze in de kampongs waren, niet te stelen, enzovoort, enzovoort. Gedraagt u in de dessa's en huizen van de bevolking, waar uw militaire taak u brengt als de brenger van recht en veiligheid. Tracht schuwheid en wantrouwen door uw houding te overwinnen. Maar gewone beleefdheid, ook tegenover de eenvoudigste Javaanse boer, treft verder doel dan een kogel. Elke week kwamen er zulke stapels van vonnissen van de rechtbank die hij allemaal door moest lezen. Nou, ik vond het altijd iets hoor, vreselijk gewoon. Het was ontzettend veel werk, want hij las ze allemaal door. Hij liet dus alles goed uitzoeken. Hij trok ook soms conclusie van dit kan echt niet. Dit zijn oorlogsmisdrijven. Het is heel erg ernstig. Mag helemaal niet. Maar we zullen toch maar niet vervolgen. Want de betrokken officier staat heel goed bekend. Heeft nooit iets op zijn kerfstok gehad. Uitstekende kracht. Twee, we hebben al zo weinig goede mensen. Als we deze nou ook gaan missen, want hij gaat de dienst uit. Dat is onvermijdelijk. Dat is dan weer een goede man minder. Drie, denk aan de reputatie van ons leger als dit allemaal bekend wordt. Vier, denk aan de reputatie van Nederland als dit allemaal bekend wordt. Want de Indonesiërs gaan er natuurlijk mee de boer op. Die gaan met die zaken gaan ze naar de Verenigde Naties. En kijk wat nu toch daar gebeurt. Er gebeurden natuurlijk dingen die niet mochten. Ik wil wel zeggen dat ik zelf wel eens iets heb gedaan wat zeker niet mocht. Ik herinner me, we zaten toen met de batterij in het buitenhuis van de heren van de Pamanukan en Tjassemande. Schitterend. Daar hadden we last van een groep tegenstanders. Het hoofd daarvan was een haji. Ik heb hem diverse malen gegrepen, ingeleverd. En dan kwam hij na 2 weken weer terug. Weer gegrepen, kwam weer terug. Het was een erkende, dat wisten we, dat het erkende tegenstander. En op een gegeven moment een patrouille met inlichtingen op zoek naar de groep. Stoten we op hem, grijp hem, heb hem doodgeschoten. Mag niet. Ik heb het wel gedaan. Ik heb er nu geen spijt van. Maar dat mag helemaal niet. Rawagede, een dorpje op West-Java. Hier vindt een oorlogsmisdaad plaats die tot op de dag van vandaag in de publiciteit staat. In het dorp is een ereveld voor de honderden mannen die omkwamen toen Nederlandse militairen december 1947 het dorp aanvielen. Een commissie van de Verenigde Naties deed later onderzoek en concludeerde dat het Nederlandse optreden meedogenloos was. Ook in het geval van Rawagede komt hij tot de conclusie, heel onaangenaam, heel akelig, volkomen fout, maar we vervolgen niet. Ja, dat is fout. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Vernieuw niets onnodig. Hij had zijn eigen woorden serieuzer moeten nemen. Maar voor hem speelde natuurlijk toch, als je naar zijn motivatie kijkt, is dat bijna een ouderwets nationalisme. Je moet je eigen land nooit afvallen. Ja, dames en heren, ik wil de plechtigheid hier beginnen. Voor wat betreft de fit ter benen, geeft 8. Signaal, tap toe. Wij herdenken onze gesneuvelden en degenen die in Indië zijn overleden. Ons ontvielen. De kanonier Fabricius, overleden. Wachtmeester eerste klas Schönherr van de staf, gesneuveld bij Doekoe. Kanonier Achterkamp van 1-6, gesneuveld bij Tisalak.
Hij werd zeer geliefd bij de troepen, bij de gewone man. Want als hij op inspectie kwam ergens meestal dienstplichtige natuurlijk, als hij op inspectie kwam, hij kwam daar langs, dan zei hij een bepaalde soldaat eruit, en zei hij, hoe is het met jou? Oh, generaal, ja, mijn moeder is doodziek. Als adjudant erbij wil je onmiddellijk zorgen dat deze soldaat met verlof gaat naar Nederland om zijn moeder. Nou ja, dat zijn natuurlijk dingen die hem enorm populair maakten. Maar zo was hij. Zo was hij gewoon. Er zit misschien af en toe wel een beetje een assortiment van mythisch aspect aan. En Spoor heeft dat zelf ook altijd wel bevorderd. Want het is zeg maar de public relations kant van de man. Hij kreeg bijvoorbeeld wel eens een brief regelmatig over de slechte kwaliteit van de sigaret. Nou, dat vond hij mooi. Daar ging hij echt voor zitten. Zo'n militaire brief ging hij beantwoorden met een hele joviale brief van, kijk eens soldaat, het zijn rotsigaretten, dat is ook zo. Maar het koninkrijk heeft weinig geld. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik rook ze zelf ook. Dus ik mag van jou wel vragen, soldaat Jansen, om dat ook te doen. Zondagochtend 19 december 1948. De legercommandant, de luitenant-generaal Spoor, begeeft zich op de toren van het vliegveld, waar parachutisten gereed staan om zich aan boord van hun toestellen te begeven. De legercommandant vertrekt in zijn Mitchell voor een inspectievlucht boven het operatieterrein. In de laatste dagen van 1948 wordt de hoofdstad van de Indonesische Republiek, Jogja, alsnog veroverd. Het Indonesische leger, de TNI, lijkt verslagen. Er is euforie die niet heel lang duurt. De TNI had zich niet overgegeven, was ook niet uiteengeslagen, maar kon zich reorganiseren en kon een grote guerrillabeweging beginnen. En desondanks bleef hij voortdurend uitstralen, we gaan dit winnen. Hij bleef optimisme uitstralen. Of hij dat nou tegen beter weten in bleef volhouden of niet, dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat blijft iets raadselachtigs. Nou, dat weet ik niet, want laten we zeggen, is wel de eerste als de tweede actie was een groot succes. Ze waren als kakkerlakken verdwenen toen we daar kwamen. Ik heb zelf Jogja meegemaakt. Maar Nederland heeft niet gewonnen. Nee, maar ook dankzij onze geallieerde vrienden. Hè? Dankzij de Amerikanen, die State Department, die ons in de steek lieten en zo. En ze stonden onder grote druk. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als wij doorgegaan waren, dat we het hands down gewonnen hadden. Kijk, verslagen werden wij niet, zo gezegd. Maar winnen konden wij ook niet. Daar gaat het dan uiteindelijk om. Want een militair moet winnen, zo gezegd. En dat heeft Spoor zich ook, denk ik, wel erg aangetrokken. Daarom zeg ik ook dat die laatste maanden van zijn leven waren tragisch. Nou, ik schreef in februari 1949 een brief aan mijn ouders. De politieke toestand ziet er weer heel slecht uit. Wat nog nooit is voorgekomen, hebben we nu. Siem ziet er geen gat meer in. Sinds de laatste dagen gelooft hij dat we wel naar huis kunnen gaan. Ik heb dat al minstens een jaar lang beweerd. Daar hadden we wel eens verschillen van mening over. Siem noemt mij de pessimist en ik hem de onverbeterlijke optimist. Trouwens, daar staat hij voor bekend. Mevrouw Spoor neemt afscheid van haar echtgenoot. Die mannen hebben zo hard moeten werken en zoveel teleurstellingen. Het was altijd maar werken, werken. We hebben 7 jaar nooit vakantie gehad. En daarom, mijn man die zijn hele leven heeft geofferd voor de Nederlandse zaak. Ja, ik wil dat die naam niet verloren gaat. Waarvan akte, generaal Spoor, Simon Spoor. De man die Indië voor ons land zou behouden. Een commandant met een enorm talent om dingen voor elkaar te krijgen. Optimisme, energie, overtuigingskracht. Die het niet voor elkaar kreeg. Door strategische missers kun je zeggen, hij was blind voor de guerrilla-tactiek van de vijand. Maar ook doordat hij moest opboksen tegen wereldpolitieke krachten die gewoon te groot zijn voor een enkeling. Een ander had het ook niet voor elkaar gekregen. En wie weet is dat wel Spoor's tragiek. Dat hij zijn leven offerde
letterlijk voor een hoe dan ook verloren zaak. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Meer over het einde van ons Indië kunt u nu zien op het Digitale Geschiedenis 24. En ons ziet u morgen alweer met een special. De jaren 1910. Nederland een eeuw geleden. Maar we zijn er ook weer volgende week, zaterdag. Met vier Friese jongens die in 1979 de Atlantische Oceaan overstaken. Met een zelfgemaakt vlot. Sterke Jerke. Vanmorgen met papa Hotel Sterre Uniform, het Friese vlot Sterke Jerke. Werd er ons gevraagd om 11:30 weer verbinding te zoeken met Scheveningen Radio over. De afstand die we nou nog moeten afleggen, dat is ongeveer zo'n 650 mijl. En het is je bloedje heet. En iedereen heeft dan ook een hoofd als een biet. Zelfs Paling, onze bleekscheet, die begint aardig te kleuren. Dus wat dat betreft komen er straks vier mooie play. En daar in opdracht van de Nederlandse regering in ballingschap te Londen een nieuwe inlichtingendienst mag opzetten. De NAVIS, speciaal gericht op het verslaan van de toenmalige bezetter van ons Indië, Japan. Enorme landingsvloten liggen gereed voor een nieuwe aanval op het nog steeds machtige Nippon. Landingsvaartuigen varen af en aan om troepen en bewapening naar de schepen te brengen, richting Tokio. De neven viel eigenlijk onder de Amerikaanse intelligence dienst. En toen ging mijn man dus bij de eerste landingen ook meteen naar Hollandia. Ik weet nog dat hij terugkwam. Toen zei hij, god, zoals die Amerikanen werken. De Coca-Cola-machine staat op en de kappen staan op het strand. Nou ja, hij vond het iets. En ook hun hele manier van oorlogsvoeren. Want als er ergens uit de kampong een sniper kwam, dan schoten ze de hele boel plat. Nou ja, dat deden wij helemaal niet natuurlijk. Wij werkten heel anders. Dus dat zijn dingen die ik me altijd goed heb onthouden. Dat mijn man werkelijk flabbergasten was over die dingen, ja. Spoor was adviseur van generaal MacArthur, waar hij een grote bewondering voor had. En net als MacArthur liep hij ook altijd met een donkere bril. En je zou Spoor naar de hand kunnen zeggen, hij is de MacArthur van Nederlands-Indië geweest en zo. Geweldige man. Ik denk ook dat hij MacArthur, de grote Amerikaanse generaal, ook wel als voorbeeld zag. Ook voor zijn eigen houding. Zeker als er een fotograaf in de buurt was, of de pers was in de buurt, dan strekte hij de rug en dan nam hij een hele militaire houding aan. Strakke kaken, vastbesloten blik. En dan liet hij zich op die manier fotograferen. Hij was zich dus zeer bewust van het beeld dat hij wilde verspreiden. De toestand op Java is lichtelijk confuus. De nationalistische beweging is ontaard in een tomeloze rampok en moordpartij. Ik ben direct na aankomst van leer getrokken, zit iedere dag in een raad van besprekingen en heb me rot gewerkt. Spoor beschouwde die hele nationalistische beweging, de gemilitariseerde jeugd, beschouwde hij als van Japanse makelij. Het waren de Japanners die dat hadden gedaan. En hoe de Japanners die hele Indonesische samenleving hebben veranderd en beïnvloed, daar had hij een enorme minachting voor. Het Indonesië van net na de oorlog is een revolutionaire chaos. De nationalisten hebben nog nauwelijks macht. En van het oude Nederlands-Indische leger, het KNIL, is weinig over. Dat blijkt ook dringend aan vernieuwing toe, met een andere legercommandant. Spoor is nog jong, maar hij valt wel op. Dat kwam denk ik omdat hij een waardig en in staat om zijn taak en plicht in Indië tot een goed einde te brengen. Er is verschil van mening over deze taak. Over de omvang van die plicht. Gelukkig zou ik willen zeggen, want dit bewijst de belangstelling van het hele volk voor de zaken van Indië, die ook de zaken van het koninkrijk zijn. Weer klinkt het wel helms. Nu als welkomstgroet van het nog zo vreemde land. Een nieuw leven gaat beginnen. Een nieuwe en een heel zware taak ligt te wachten. Vrede en veiligheid te brengen in dit onmetelijke land. Terwijl dienstplichtigen in Tanjung Priok aankomen, wordt er ook onderhandeld over de toekomst van de kolonie. Over de aanpak bestaat verschil van mening. De hoogste politieke man in Indië, gouverneur-generaal Van Mook, wil vooral praten. De Nederlandse regering wil liever eerst het gezag herstellen. Spoor dringt als militair vanzelfsprekend aan op een herstel van orde.
maar voorlopig krijgt hij daar geen ruimte voor. De onderhandelingen hebben voorrang. In het plaatsje Linggadjati sluit de zogenaamde commissie-generaal een akkoord met de Indonesische nationalisten. Spoor lucht zijn hart in een brief aan zijn vrouw. Ik heb gisteren de meest onaangename taal uitgeslagen tegenover de commissie-generaal plus Van Mook. Rode gezichten, geschurk op stoelen. Kijk eens, liefje. Wij zijn bezig ons koninkrijk te verschacheren met het mes op de keel, omdat we te lamlendig zijn om de gewenste maatregelen te nemen waarvoor wij de middelen in de hand hebben. Ik doe hier niet aan mee. Dan maar mot. Kijk, hij kon naar mij al zijn ergernissen kwijt. Al die politieke verwikkelingen waar hij zich dood aan ergerde. Ja, dat schreef hij mij dan wel. Maar ook heel vaak schreef hij. In de volgende brief zal ik iets vertellen, want ik ben er al zo moe van. En ja, dan had hij geen zin om het nog eens een keer allemaal weer op papier te zetten. Hij vond altijd dat als de politiek een koers kiest die wij als officieren niet willen, moeten we die toch accepteren en uitvoeren. Dat is één ding, daar ben ik van overtuigd. Maar van de andere kant, hij deed alles, maar dan ook werkelijk alles, om die politiek te beïnvloeden in de richting die hij wenste. Daar schrok hij eigenlijk nergens voor terug. Hij ging tot aan de rand van beïnvloeding. Hij beschikte over een directe, hoe moet je dat zeggen, straalverbinding met generaal Kruls in Nederland. Spoor had in de achtertuin, zeg maar, van zijn hoofdkwartier een zendmast laten bouwen om direct met Kruls, die op het ministerie van Oorlog zat, te kunnen communiceren. Zo pak je dat aan. Een lijntje naar het ministerie. Spoor bleek een briljant gevoel voor communicatie en PR te hebben. Haast als een politicus. Meester, eerste klas, Schönherr, de staf, gesneuveld bij Doekoe. Kanonier, achterkamp, van 1-6, gesneuveld bij Tisalak. Hij was zeer geliefd bij de troepen, bij de gewone man. Want als hij op inspectie kwam ergens meestal dienstplichtigen natuurlijk. Als hij op inspectie kwam, hij kwam daar langs en zei hij een bepaalde soldaat eruit. En zei hij, hoe is het met jou? Nou, generaal, ja, mijn moeder is doodziek. Als adjudant erbij wil je onmiddellijk zorgen dat deze soldaat met verlof gaat naar Nederland om zijn moeder. Nou ja, dat zijn natuurlijk dingen die hem enorm populair maakte. En zo was hij. Zo was hij gewoon. Er zit misschien af en toe wel een beetje een soort van mythisch aspect aan. En Spoor heeft dat zelf ook altijd wel bevorderd. Want het is zeg maar de public relations kant van de man. Hij kreeg bijvoorbeeld wel eens een brief regelmatig over de slechte kwaliteit van de sigaret. Nou, dat vond hij mooi. Daar ging hij echt voor zitten. Zo'n militaire brief ging hij beantwoorden met een hele joviale brief van, kijk eens soldaat, het zijn rotsigaretten, dat is ook zo. Maar het koninkrijk heeft weinig geld. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik rook ze zelf ook. Dus ik mag van jou wel vragen, soldaat Jansen, om dat ook te doen. Zondagochtend 19 december 1948. De legercommandant, de luitenant-generaal Spoor, begeeft zich op de toren van het vliegveld, waar parachutisten gereed staan om zich aan boord van hun toestellen te begeven. De legercommandant vertrekt in zijn Mitchell voor een inspectievlucht boven het operatieterrein. In de laatste dagen van 1948 wordt de hoofdstad van de Indonesische Republiek, Jogja, alsnog veroverd. Het Indonesische leger, de TNI, lijkt verslagen. Er is euforie die niet heel lang duurt. De TNI had zich niet overgegeven, was ook niet uiteengeslagen, maar kon zich reorganiseren en kon een grote guerrillabeweging beginnen. En desondanks bleef hij voortdurend uitstralen, we gaan dit winnen. Hij bleef optimisme uitstralen. Of hij dat nou tegen beter weten in bleef volhouden of niet, dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat blijft iets raadselachtigs. Nou, dat weet ik niet, want laten we zeggen, het is wel de eerste als de tweede actie, was een groot succes. Ze waren als kakkerlakken verdwenen toen we daar kwamen. Ik heb zelf Jogja meegemaakt. Maar Nederland heeft niet gewonnen.
Nee, maar ook dank missionele actie lagen wij achter de demarcatielijn, het Bekassi-front, en rukte op. Heel snel tot hier trok het ons terug naar het Soebangse. Dat ging vrij goed. Dus we zijn daar doorheen gewalst. Een grote brug die zo'n 20 kilometer verder lag over de Chitarum is bij verrassing genomen. En wij hebben een heel vlotte opmars gemaakt naar ons gebied. Maar als de troepen eenmaal door de linie van vernielingen heen zijn, dan gaat het gemakkelijker. Dan geen TNI. De Republikeinse troepen laten zich verder niet zien. Ze vergeten reeds ondermijnde bruggen op te blazen. Spoorbeelden, de speerpuntenstrategie verwerkelijken. Dus een razendsnel offensief lanceren met alle beschikbare wapens. In de lucht, ter zee en op land. Een overweldigende aanval. De vooruitgeschoven belangrijke posities in bezit nemen. Maar de politiek wilde dat liever niet. Die wilde belangrijke economische zones verwerven, zodat de productie weer op gang gebracht zou kunnen worden. Zodat India weer geld kon gaan verdienen, want de bodem van de schatkist was in zicht. Maar Spoor als militair had natuurlijk moeten zeggen, kijk, we moeten Jokja hebben, want dat is het centrum van de vijandelijke activiteit. Dat was hij ook van mening, zo moest het. Maar omdat de politiek dat niet wilde, heeft hij zich neergelegd bij een politiek-militair compromis. En daarmee viel dus een deel van zijn speerpuntenstrategie in het water. Kijk, de tegenstander die had een enorme klap gehad. En na verloop van weken kwamen die bij van de schrik en begonnen actie te voeren. Bruggen vernielen, wegen, daarop allerlei nare dingen doen. Konvooien beschieten, posten zelfs aanvallen. En wij werkten heel erg hard met betrekkelijk weinig mensen. En daar begonnen toen slachtoffers te vallen. Dat achterterrein, wat zich dan vulde met vijanden, was veel moeilijker te pacificeren en te zuiveren dan hij ooit had gedacht. Hij had gewoon in zijn hoofd geen gen voor het idee, er kan een guerrilla ontstaan. Hij zag dat niet. Je moest oren voor en achter hebben. Ja. Maar geheel jou hoor. Het is niet geuniformeerd. Je gaat rijden met zijn padjol in de Sawa. Maar je hebt zijn snap aan erin leggen. Ernaast leggen. En dan pakt hij. Lopen, dan gaat hij meer werken. Wie is het nou? Mochten. Ik wil wel zeggen dat ik zelf wel eens iets heb gedaan wat zeker mocht. Ik herinner me, we zaten toen met de batterij in het buitenhuis van de heren van de Pamanukanetje Assemlanden. Schitterend. Daar hadden we last van een groep tegenstanders. Het hoofd daarvan was een hadji. Ik heb hem diverse malen gegrepen. Ingeleverd. En dan kwam hij na 2 weken weer terug. Weer gegrepen, kwam weer terug. Het was een erkende, dat wisten we, dat het erkende tegenstander. En op een gegeven moment een patrouille met inlichtingen op zoek naar die groep. Stoten we op hem, grijp hem. Heb hem doodgeschoten. Mag niet. Ik heb het wel gedaan. Ik heb er nu geen spijt van. Maar dat mag helemaal niet. Rawagede, een dorpje op West-Java. Hier vindt een oorlogsmisdaad plaats die tot op de dag van vandaag in de publiciteit staat. In het dorp is een ereveld voor de honderden mannen die omkwamen toen Nederlandse militairen december 1947 het dorp aanvielen. Een commissie van de Verenigde Naties deed later onderzoek en concludeerde dat het Nederlandse optreden meedogenloos was. Ook in het geval van Rawagede komt hij tot de conclusie, heel onaangenaam, heel akelig, volkomen fout, maar we vervolgen niet. Ja, dat is fout. Eerbiedig huis en eigendom van de bevolking. Verniel niets onnodig.
Hij had zijn eigen woorden serieuzer moeten nemen. Maar voor hem speelde natuurlijk toch, als je naar zijn motivatie kijkt, is dat bijna een ouderwets nationalisme. Je moet je eigen land nooit afvallen. Ja, dames en heren, ik wil de plechtigheid hier beginnen. Voor wat betreft de fit ter benen, geeft 8. Signaal, tap toe. Wij herdenken onze gesneuvelden en degenen die in Indië zijn overleden. Ons ontvielen. De kanonier Fabricius, overleden. Wachtmeester eerste klas Schönherr van de staf, gesneuveld bij Doekoe. Kanonier Achterkamp van 1-6, gesneuveld bij Tissalak. Listen gereed staan om zich aan boord van hun toestellen te begeven. De legercommandant vertrekt in zijn Mitchell voor een inspectievlucht boven het operatieterrein. In de laatste dagen van 1948 wordt de hoofdstad van de Indonesische Republiek, Jogja, alsnog veroverd. Het Indonesische leger, de TNI, lijkt verslagen. Er is euforie die niet heel lang duurt. De TNI had zich niet overgegeven, was ook niet uiteengeslagen, maar kon zich reorganiseren en kon een grote guerrillabeweging beginnen. En desondanks bleef hij voortdurend uitstralen, we gaan dit winnen. Hij bleef optimisme uitstralen. Of hij dat nou tegen beter weten in bleef volhouden of niet, dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat blijft iets raadselachtigs. Nou, dat weet ik niet, want laten we zeggen, het is wel de eerste als de tweede actie, was een groot succes. Ze waren als kakkerlakken verdwenen toen we daar kwamen. Ik heb zelf Jogja meegemaakt. Maar Nederland heeft niet gewonnen. Nee, maar ook dankzij onze geallieerde vrienden. Hè? Dankzij de Amerikanen, die State Department, die ons in de steek lieten en zo. En dus stonden onder grote druk. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als wij doorgegaan waren, dat we het hands down gewonnen hadden. Kijk, verslagen werden wij niet, zo gezegd, maar winnen konden wij ook niet. Daar gaat het dan uiteindelijk om. Want een militair moet winnen, zo gezegd. En dat heeft Spoor zich ook, denk ik, wel erg aangetrokken. Daarom zeg ik ook dat die laatste maanden van zijn leven waren tragisch. Nou, ik schreef in februari 1949 een brief aan mijn ouders. De politieke toestand ziet er weer heel slecht uit. Wat nog nooit is voorgekomen, hebben we nu. Siem ziet er geen gat meer in. Sinds de laatste dagen gelooft hij dat we wel naar huis kunnen gaan. Ik heb dat al minstens een jaar lang beweerd. Daar hadden we wel eens verschillen van mening over. Siem noemt mij de pessimist en ik hem de onverbeterlijke optimist. Trouwens, daar staat hij voor bekend. Mevrouw Spoor neemt afscheid van haar echtgenoot. Die mannen hebben zo hard moeten werken en zoveel teleurstellingen. En het was altijd maar werken, werken. We hebben 7 jaar nooit vakantie gehad. En daarom, mijn man die zijn hele leven heeft geofferd voor de Nederlandse zaak. Ja, ik wil dat die naam niet verloren gaat. Waarvan akte, generaal Spoor, Simon Spoor.